En dan was er plotseling witte rook. Niet in de beslissingsfiches van de Vlaamse regering, maar in het voorwoord van de voorzitter van de Boerenbond in het ledenblad Boer en Tuinder, mochten we dat lezen. Op 24 januari lazen we daar een hele tekst over en meer zelfs, meneer de voorzitter. We lazen zelfs minutieus hoe de Vlaamse regering tot een akkoord was gekomen over deze brede weersverzekering. Ja, ik heb dat nog een keer gezocht in de beslissingen van de Vlaamse regering naar dat akkoord, maar ik heb het niet gevonden. Hè? Maar oké, er is een tijd geweest dat we zeiden dat de middenstand het land regeert, maar het is blijkbaar de Boerenbond nu die het land regeert. Zo gaat dat dan. We kunnen in het ledenblad van de Boerenbond lezen wat de Vlaamse regering politiek afklopt, rapper dan wij als parlementsleden ook maar kunnen opzoeken. Zelfs de percentages toen stonden in een artikel al uitgebreid toegelicht. De subsidiepercentages, de teeltrisico's enzovoort die genomen waren. Collega's, ik mag toch aannemen dat jullie die bladen ook soms nog eens lezen. Hè? En dat je dat ook gezien hebt. En dat je misschien ook wel eens een vraag gesteld hebt van hoe komt dat nu dat we dat vooral daarin mogen lezen? Hè? En dat we dat als parlementsleden, die toch de uitvoerende macht zouden moeten kunnen controleren, dat niet kunnen controleren. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.